Een heel koor hier van zeepkenners. Van de, dan moet ik het even goed kijken, van de schilderzwervers uit Vlissingen. En die gaan het kamplied van 2006 tegen horen brengen. En ik vraag even of de techniek klaar is. De techniek is klaar. Ik zou zeggen, heren, doe uw best. De buitengeluid gaan. 230 kilometer in de van Vlissingen met de bus. Snel je spullen in het laadruim en van je moeder dan krijg je nog een kus. Zo aan je horen kan, ging de boeren schreeuwen. We leven niet meer aan de zee dan niet in land. Het is een feit, het is in onze genen. Nu schrijf je in of blijf je liever aan de kant. Even opnieuw gewoon. Ja. Gewoon even opnieuw. Opnieuw RP. Pardon, ja. We gaan even opnieuw. Kijk, zo klinkt het. Hoort mij. Aan de kant. Ja, we zijn er nog geen in de tent. Nou, zing allemaal wat mee. En ik zal maar gelijk even hebben, wil je deze in de Scout top 50, dan kan dat, dan kan je sms'en naar Scout FM, naar 3663, en dan zeg je Scout 50 en dan de spatie, dan geef je de lied op, en met de zangers, en dan komt het helemaal goed. En welk nummer? Wat is de titel? Ons Bin en Bluven Zeeuwen. Ontspin en bruine zeeuwen. Ja. Ja, dat is weer dialect. Ja. Ik kom uit een andere richting. Maar dan is het dus. SMS naar 3663, Scout 50, spatie. En dan is het Jim van Belzen met ons bruine zeeuwen. De Schelderzwervers, zet wat er gewoon op. Ja. Dus Scout 50, spatie, Schelderzwervers, komt het helemaal goed. En ik moet er nog even bij zeggen. De kosten zijn 40 eurocent per bericht. Dat even voor de berichtgeving. Goed, ik dank u allemaal hartelijk voor uw aanwezigheid. En ik wens u heel veel succes hier op het kamp en veel plezier. En we gaan kijken of het deze plaat een hit kan worden. Dat gaan we doen. Oké, Oda. Doei! Verder. En we hebben nog een vraag gesteld. Onze jochem die dadelijk geworden zal zijn bij de afvalsporttest, ging het kampterrein op en hij vroeg. Moet je de handel en gebruik in verdovende middelen hard aanpakken? Gaat ie lekker, Willem? Gaat super? Oké, ja, zie ik. Want, als service. Beetje zin in? Ja, heb jij zin in? Ja, ik moet, hè, straks. Ja. Spannend. Precies. Ja.
En morgen weer die scout top 50. De top 50 met Martijn Bossema. En we hebben geen scout sport niet zondag. Moeten we dat ook al doen? Ja, Willem en Martijn. Ja, en mensen in het veld. Martin, Tom. Ja. Oké, dan is het goed. Sport is in het veld. Spannend. Ja. Oké, ik ga even, ik zie je straks. Ja. Ja. Ja, maar er moet niet iemand wel op de fiets en iemand niet op de fiets. Dan moeten we even allemaal... Ja, dat geloof ik. We gaan eens naar de Wildwaard. Zie je daar. Ja, we zijn de inwoners van Atlantis en wij zijn heel de dag al op zoek naar Atlantis. En wij hebben nog geen resultaat. Nee. Iedereen stuurt ons een andere kant op en zo. Maar blijkbaar moeten we nu richting het water. Ja, het water in. En dan komen we ook in Atlantis. Ja, dat moet daar ook zijn. Oh, en jij weet jij gewoon misschien welke kant we op moeten? Ik dacht dat daar in die hoek was. Daar bij dat zwarte podium daar achter. Ja. Ja. Okay. Dan moeten we daar bij nog even kijken. Ja. En er is nog iemand aangeschoven? En wat ben jij? Ik ben het Zeemansel van Atlantis. Aha. Oh, dus jij kan wel de weg wijzen. Nou, ik vind het ook echt een goeie vandaag. Ja? Er zijn zoveel mensen bij het En ja, ik vind het echt moeilijk om een onderscheid te maken waar ik nu zou kunnen nemen. Ja. Maar goed, we blijven zoeken. Ja. Nog een uurtje of twee uurtjes? Dan moet je uurtje. Dan hopen we het eindelijk gevonden hebben. Ja. Jullie zien er fantastisch uit. Echt. Heel mooi. Mooie witte jurken en zo. Je hebt in het groen. Het monster is in het groen. Blauwe, zeker. Blauwe, ja, dat wil je. Nee, dat is niet een beetje verlegen. Echt geloof ik. Hey, jullie zijn van een stam? Ja, de landelijke theaterstam. En daar had ik nog nooit van. Dat staat er al lang? Ja, het staat al 5,5 jaar. Ja? Ja. Heel goed. En je bent 5,5 jaar, dus dan zitten we zo'n beetje in 2000. Ja. Hoe is dat in stand? Tijdens de nationale jamboree. Ja. En jullie zijn een groep mensen, hè? Dat wordt dus een stand. En ook weer een stand, een groep mensen. Mooi zo. Nee, het wordt filmpje. Een filmpje. Oh, een filmpje. Oh, maar dit. We zijn er. Ja, uitgeven. Ja, worden we al goed. Actie voorbaar is.
Hoeveel werknemers zou al vervangend werk zijn gevonden? Het weer veel buien met onweer en soms ook met hagel en windstoten. Maximum temperatuur ligt rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Is koud ever. Yo, what's poppin'? Nou, het is een lekker start, hè, Pee? Gaat wel, hè? Ja, hoor. Pitch plus 3, gezellig. Ja, ben ik snel uit. Dat is wel. Oké dan. Is Willem er klaar voor? Voor de allerlaatste uitzending. Ben je er maar klaar voor? Ja. Je radio. Ja. Net als normaal. Dat is mooi. Zeg, man. Oude persoon zeggen? Nee, gewoon. Filmpje. Vanavond zijn we nog in de lucht, met schouder en tot 12 uur, maar ik mag nu gewoon niet dat sterk zijn. En wat daarna nog gaat gebeuren, ja. We hebben nog een soort kettlebell-programma, dus 8:10. En daarna gaan we nog een verslag geven van het vuurwerk en de sluiting van het Nawaka 2006. Valt een beetje in de regen, moet ik zeggen. Hitte en regen, dat zijn de tegenstellingen die we vanavond hebben. Wat gaan we doen vanavond? We hebben in ieder geval nog Schipper mag ik overvaren. Tom staat niet bij de boot, maar die staat bij de poort dadelijk. Om 6:30 hebben we nog een interview met de burgemeester Jan de Ruiter. Hebben we ook nog voor elkaar weten te boksen. En natuurlijk vanaf 6:15 gaan we de rest van de tijd geheel besteden aan de afvalstondwet 2006. Want er is een heuse jury en die gaat kijken wat er allemaal mee gaat gebeuren. En natuurlijk hebben we natuurlijk heel veel muziek. Ja. Ook leuk.